hebben vandaag functional ultrasound fus, gebruikt op de OK tijdens een wakkere hersenoperatie. Dat betekent dat je ook met de patiënt kan praten, kan communiceren. Bijvoorbeeld, we vragen de patiënt, kun je woorden nazeggen? Domino. Domino. Kabinet. Kabinet. Dat is heel erg belangrijk, omdat je dan op basis van die taken hersengebieden kunt vinden die belangrijk zijn en waar je dus ook niet aan wilt komen. Tijdens de verwijdering van de tumor intact moeten worden gelaten. Je kan eigenlijk twee dingen doen met die echo. Je kan kijken naar vaten. Dus in die verschillen in hoe die vaten lopen en zijn gegroeid, kunnen we gezond en tumorweefsel hopelijk onderscheiden. En eigenlijk zien we op dit moment hoe de neurochirurg die gebruikt de probe nu om langs de tumor, eigenlijk over de tumor heen, een beeld te maken. Het is natuurlijk ook een verschil in of bloedvaten reageren op een taak. Weet je welke dag het is? Welke dag van de week? De woensdag. In de gebieden die daar verantwoordelijk voor zijn in de hersenen, verwachten we dan dat bloedstromingen veranderen. In de tumor zie je die reactie niet, verandert de bloedstroom niet op basis van die taak. En zo kunnen we dus gebieden die functioneel zijn en niet functioneel van elkaar onderscheiden en de chirurg hopelijk extra informatie geven over waar wel en niet te snijden tijdens deze operatie. We zagen vandaag ook op het moment dat je de schedel lift, verandert de positie van de hersenen door ook het verschil in druk. En daardoor wordt het lastiger om in de OK een beeld wat vooraf is gemaakt te linken aan de hersenen zoals de chirurg voor zich ziet. Het is enorm nieuw. Daardoor moeten we ook wel voorzichtig zijn en ervoor zorgen dat we weten wat we meten. Daar hebben we in ieder geval nog een jaar voor uitgetrokken. En vanaf dat punt gaan we kijken of we echt het aandurven om ook op basis daarvan te laten snijden. Dus als je hem eerst rechtlijnig wil maken en dan twee kanten op verder. Dus een minuut. Uiteindelijk hoop ik zelf de kliniek in te kunnen als neurochirurg. Dus dat zou wel het ultieme zijn. Dat ik straks de techniek waar ik aan heb bijgedragen ook zelf kan gaan gebruiken. Ja, dit zou ik de rest van mijn leven wel willen doen.